Hallo mensen van GameSticksL en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag is Minecraft 1.6 uit. Zoals jullie zien 1.6, ik heb 28 fps, niet zo heel lekker. 25, het wordt nog minder, ik ga misschien een beetje laggen, want ik heb geen Optifine. Hij staat nu op short, ik wil hem dadelijk op normal zetten als we hier weg zijn. En we gaan natuurlijk op zoek naar horses, wat denk jij? Ik heb wat voorbereiding getroffen, wat seeds meegenomen. Ik heb met de levels die ik had... een efficiency shovel, een fortune 3 en ik heb een nieuwe pickaxe geenchant met de levels die ik had van de Ender Dragon. Ja, dat hebben we dus de vorige episode gedaan en nu is 1.6 uit en ja, super chill. Optifine zit er nog niet in, dus daar moet even zonde doen, daarom dat jullie nu zo ver weg kunnen kijken. Althans, ik kan ook niet zo ver weg kijken. Ik zie het zeg maar het smoke, dat vind ik jammer, maar helaas, het moet wel. Wat fuck is dit? Oké. We moeten sowieso ver, verder weg voor, ja, horses sowieso te kunnen krijgen. En nu generated terrein. Maar ik wil eerst even luisteren. Naar de villagers. Stout. Hij stelt alleen fire aspect en sharpness. Dat is toch helemaal niet... Daar zat ik veel meer op. Oh, dan niet. Oh, oké. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Het vertrek. Ik ga hem nu even op normal zetten, denk ik. Zo. 26 fps nog. Nou, dat valt nog mee. Valt nog mee. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Wat ik horses vind. Een nieuw generated terrein. Maar ik hoop niet, eigenlijk niet te lang. Dus ik ga gewoon die kant op lopen. Ik zie wel wanneer ik eindelijk een paard vind. Oeh, ik heb er zin in ieder geval, dat weet ik wel. Het is, ja, ik weet niet, veel mensen zouden er ook negatief over zijn. Maar ik vind het gewoon wel een vette update. Het enige wat ik een nadeel vind, is dat het in een nieuwe launcher is. En je moet in de launcher, moet je... je Minecraft account, moet je omzetten naar een Mojang account. Zoiets. Dat moest op de site gebeuren, dat heb ik gedaan. En nu kon ik dus 1.6 spelen. Want ik had er op het begin had ik er problemen mee. Wacht, het was niet goed of zoiets. En toen had Joris, mijn koning van New York, had gezegd: je moet dit en dit doen. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat hij het weer doet. En dat klopt, hij deed het weer. Ben ik super blij. Je hoeft verder geen Minecraft version changer of zoiets te downloaden. Want het is toch een nieuwe launcher. Dus ja, je kan gewoon nog op de server van mij bijvoorbeeld in 1.5.2 met die launcher. En je kan in 1.6 met andere launcher. Dus dat is eigenlijk... Ja, daar zit dan wel weer een pluspuntje aan. Maar ja, ik snap niet waarom dat ze een nieuwe launcher hebben gedaan. Snap ik eigenlijk niet. Maar zou vast wel een reden voor hebben. Ik weet ook al dat er in 1.7 eigenlijk een generation update wordt. Dat betekent dus dat de land generation... wordt aangepakt. Daar wil ik eigenlijk nog niet al te ver exploren. Maar ik wil toch wel horses vinden. Dus ik moet toch wel ergens heen gaan. En dat ziet eruit alsof dat nieuw is. Want ik ben ook nooit echt zo heel ver hierheen gegaan. Maar ik weet niet zeker of het nieuw is. Dus. Ik hoef jou niet, zombie flash. Ik kan niet meer inzoomen, daar ben ik echt totaal niet gewend. Ik ben altijd gewend om... Oh, ik zie daar iets, even kijken, inzoomen. Oh nee, toch niet en zo. Is er nou een... Dat is een village. Hè, lol. Ben ik hier al wel een keer eerder geweest? Ik zou het echt niet meer weten. Het valt trouwens mee qua mijn FPS. Het is slecht, maar ik had het vele malen slechter verwacht. Ja, ik ben hier dus al geweest. Ik had echt vele malen slechter verwacht qua FPS. Ook omdat ik nu aan het opnemen ben natuurlijk. Maar... ja, valt mee. Valt mee. Oeh, diamond leggings. Ik weet niet hoe lang dat ik wegga van mijn huis. Want ik ben niet van plan om een horst te zoeken en gevonden te hebben. En dan meteen terug te nemen. Nee, ik ben eigenlijk van plan om daar gewoon eventjes te blijven en te bouwen. Net wat ik wil bouwen. Als ik iets heb van, hey, dit wil ik eigenlijk wel gaan bouwen. Of, ja, ik zit een beetje te denken om, ja, een beetje cowboy stijl natuurlijk. Hè? Dus zijn paden en zo. Net zoals B00 en Generic B hebben gedaan. Super vet, super vet. En Vintage Beef natuurlijk ook.
Maar ik weet nog niet zeker. Ik weet nog niet precies wat ik wil gaan doen. Ik weet wel dat ik nog een. Denk ik nog wel een eind moet gaan varen of lopen voordat ik eindelijk horses tegenkom. Want ik ben al toch best wel ver weg gegaan eigenlijk. Dus. Oh, daar wil ik het nog even ergens anders over hebben. Tijdens dat we lopen. De 2 gamers server, Faction PvP server. Jawel, ik heb er ook eentje. Ik heb ook een Faction. Ik heb geen server, Faction server, oh dat niet. Maar ik heb een Faction, ik bedoel. De Faction op 2 gamers server. Hij heet Holy Blade. Ik weet niet hoe ik op die naam ben gekomen en of ik hem hou. Maar ik vind hem op zich best wel chill. We zijn best wel veel aan het bouwen al. Dus ja, we zoeken, althans wij, ik zoek eigenlijk nog mensen die mee willen doen. En hoe doe ik dat? Nou, ik doe gewoon random mensen inviten. Als ze op de server zitten en ik denk van, hé, dit is wel aardig of zo. En die heeft nog geen faction. Nou, misschien dan invite ik hem via de server. Ik wil hier even kijken of ik hier een dungeon kan vinden. Daar kunnen we ook nieuwe spullen in vinden namelijk. Zoals horse armor en zo. Dat is een nieuwe. Kijk, zie je dat? Dat is iets nieuws van 1.6. Als een skeleton, als je dichtbij bent, dan hit de skeleton wel snel. Alleen dan doet hij bijna geen damage. Dat is super chill, vind ik. Maar, kijk, zie je? Nu begin ik te laggen. Zo. Ah, nu niet meer. Mooi. Maar hij heeft geen dungeon, dus ik ga gewoon weer verder. Maar ja, ik ga dus random via het server zelf doen als ik denk van, oh, die is wel chill. Dan moet je niet gaan spammen van, oh, alsjeblieft, mark erin, want dan heb je echt totaal geen kans bij mij. En af en toe gewoon via Twitter, want ik heb namelijk ook Twitter. What the fuck is hier? Oké, dan. Ik heb namelijk ook gewoon Twitter, @gamesxl. En daar ga ik dan gewoon af en toe eens een keer een invite bij geven, of ja, invites, ik moet er natuurlijk wel weten of mensen echt ja, bereid zijn om te helpen. En niet alleen om te kloten en zo. Want we moeten nu nog de faction een beetje opbouwen. Want we zijn echt pas net begonnen of zo. Een weekje misschien. Misschien al een week. Ja, een week. Ja, ja, laten we het daarop houden. Een week. En we zijn nog best wel ver eigenlijk. Dus dat is eigenlijk wat chill. En oeh, Extreme Hills. En ja, dus ik zoek daar mensen voor. Dus volg mij gewoon even op Twitter. Ook niet alleen daarvoor, maar ook gewoon omdat ik daar updates over mijn kanaal en over dingen die ik doe opzet. Bijvoorbeeld als ik ergens heen ga, dan tweet ik dat wel eens. Of als een keer een video niet doorgaat die ik had gepland. Dan zou je dat ook wel eens op die Twitter kunnen zien dat ik dat tweet van, ah, helaas, ik had een video gepland, maar die gaat nu niet door of zo. Zoiets. Ja, ik heb sowieso mijn Twitter best wel vaak bij de hand. Dus als jullie ook vragen hebben, kunnen jullie vaak via Twitter aan mij vragen. Het is niet altijd dat ik antwoord geef, want ik kan natuurlijk niet 24/7 achter mijn mobiel of computer zitten voor Twitter. Maar ja, ik probeer wel zoveel mogelijk vragen in ieder geval te beantwoorden. En ondertussen wil ik even door deze forest biome heen lopen. Dit is volgens mij allemaal nieuw gegenerate. Als ik dit zo zie, want ik zie ook een hele hoop lightning bugs net nog. Dus misschien ook wat chill. Zombies in 1.6, jawel. Zombies in 1.6, die kunnen je nu vanuit super ver, echt super ver kunnen ze je nou vinden. Ook zit er een nieuwe game rule in. Automatic regeneration off of on. Dus dan kan je gewoon UHC, zeg maar, ultra hardcore kan je aan of uitzetten in jouw survival wereld. Dat is op zich best wel chill, toch? Ja, dat vind ik wel chill. Ja, ik vind het best wel chill. Ik vind het best wel vet gedaan in ieder geval. Ik dacht even dat het render faal was, maar dat was niet. Het was gewoon zee. Dus, ik ga hier de mountain op. Ik ben bij jullie terug als ik iets belovend zie of als ik ver weg ben of zo. Dit gaat wel een aantal episodes duren misschien. Sowieso gaat het een aantal episodes duren dat ik met de paden en zo bezig ben. En bouw, stallen en zo. Dat soort dingen. En ik heb er veel zin in, dus dat gaat sowieso goed komen. Dus ik zie jullie zo als ik ja, iets verder ben. En dan tot zo. Ik ga hier dadelijk even slapen. Ja, dat ga ik doen. Tot zo. Oh my fucking god. Ik ben nog niet eens zo heel ver van huis. Moet je kijken hoe fucking veel. What the? What the? Serieus, daar zijn de
zijn de extreme hills. Daar, achter, daar. Daar ben ik gestopt. Ik zag hier een blaze bij me. Ik denk, hé, weet je wat, laat ik even gaan kijken. Laat ik even niet zo gaan laggen, alsjeblieft. Ik denk, laat ik even kijken. Ik liep hierheen. Bam, horses. En niet zo weinig ook niet. Er zijn echt superveel in één plek gewoon. Ploep. Zo van, ploep. Ik dacht eerst dat het een koe was. Ik ga even kijken of er nog meer in de buurt zijn. En niet dat jullie denken van, je laat ze achter, je laat ze achter. Ja, dat klopt, je laat ze achter. Maar ik dacht eerst dat het een koe was, omdat het gestipt was of zoiets. Ik weet niet waarom. Maar het zijn gewoon fucking paarden nu al. Oh my god. That's it. Misschien dat daarachter nog wat zit. Ik ga daar ook kijken. Ik ga daar even kijken of ik hier nog wat paarden vind. Maar ik vind gewoon nu al paarden. Nu al. Ik ben pas net op zoek. What? Het is gewoon in mijn oude wereld nog gewoon. Dus dat is juist chillst. Wauw, dat is echt super vet. Ik heb paarden, mensen. Ik ga daar terug. Ja, niet geen paarden, mensen. Maar ik heb paarden. Laat ik zo zeggen. Paardmensen. Paardenmensen. What the fuck is dat? Maar fucking chill. Ik heb nu al gewoon paarden. Ik weet dat ik ze nu heel terug, heel ver terug moet lopen. Maar ik wil eigenlijk nog meer vinden. Ik wil er nog meer. Oh my god. Ik wil deze hele biome even verkennen. En dan zeker van zijn dat ik er... dat er niet meer zijn gespawnd. Hier in deze regio, zeg maar. Wat is dat nou weer? Is dat een... Wat is dat? Dat is er... Ravijn of zo, half? Nee, lijkt leek erop, maar het is dus totaal niet. Maar ja, maar nogmaals, mijn rendedistance staat zo hoog dat ik af en toe eens een beetje zou gaan leggen. Het spijt me daarvoor, Optifine is nog niet uit. Dus ja, ik kan niks doen, ik wou gewoon een video maken. Dus ik had zoiets van, laat ik dan gewoon de video gaan maken. En zo, zijn dat paarden? Nee, dat zijn schapen. Meh. Oké, ik weet waar ze zijn, dus het is geen probleem om dadelijk terug te vinden. Maar... ja, ik wil gewoon even kijken of ik hier nog meer paarden zou kunnen vinden. En ik denk niet dat er nog meer paarden zijn, als ik dit zo zie. Maakt niet uit. Ik heb paarden, dat is super chill. Ik ga dat gewoon bouwen. Ik ga gewoon ook met de nieuwe blokken experimenteren en zo. En ik hoop dat ja, in ieder geval Optifine snel terug uitkomt. Ik ga daar weer snel terug heen. Dan kan ik weer gewoon naar mijn paardjes. En dan zou ik eens kijken of ik er eentje kan temmen. Nee, even serieus. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dat je ook als je een paarden vindt, ook gewoon op de paard kan gaan rijden. Dat is... ja, dat is gewoon een must. Ik bedoel, kom op. Het zijn paarden in Minecraft. Ik bedoel, wauw. Wauw. Ik snap niet dat ik het zo snel heb gevonden. Aan de ene kant ben ik super blij dat ik het heb. Maar aan de andere kant ben ik wel een klein beetje teleurgesteld. Omdat ik gewoon heel veel zin al had... om te gaan exploren, zeg maar. Ik dacht even een dungeon te zien, maar dat is niet. Ik zie nu overal dungeons voortaan, omdat ik horse armor en zo kan vinden in dungeons. En dan heb ik zoiets van, oh mijn god, dat is een... nee, dat is geen dungeon. Weet je wel, zoiets. Dus ja, het allemaal geen nut. Maar goed, we gaan even gauw terug. Die kant was het op, volgens mij, gewoon nog steeds. Niet zo heel moeilijk. Ik kijk in case als ik het zie... voor de dungeons. En ik weet dat er hier nu heel veel caves zijn. Dus ik kan hier nog een keer terug voor als ik echt naar dungeons op zoek ga. Kom op, niet zo laggen. Dus dat is nog wat chill. Ja, het spijt me nogmaals voor de lag af en toe. Eigenlijk de hele video al. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Het spijt me, jongens. Mijn computer is namelijk niet de beste computer voor het spel. Voor spel te spelen in ieder geval. Want mijn videokaart is heel slecht. En het is een inbuilt videokaart. Dus ik kan die ook niet vervangen. Helaas. Moet je kijken hoeveel horses dat er zijn, man. Dat is niet normaal. Allemaal op één hoop. Dat is echt raar. Het is echt fucking raar. Oh mijn god. Die ziet er hetzelfde uit als Climb. Als jullie B00 en Generic B kijken, dan snappen jullie wat ik ermee bedoel. Climb 1 en... oh, die is helemaal zwart! Jij wordt mijn paard. Rustig! Rustig! Hallo! Mijn FPS is heel slecht. Zoals gewoonlijk. Laat ik even op short zetten dan. Nee, ik ben vriendelijk! Laat me op je rijden! Kom op! Kom op! Kan ik je eten geven dan? Je wilt geen eten, ik wil je seeds.
Ook niet. Nou, rustig, jongen. Hé, niet zo boos doen. Hier, ik ga op je zitten. Kom op, geef hartjes. Geef hartjes. Als die hartjes geeft, dan is die van mij. Is die van mij. Kom op. Damn it. Hallo. Blijf je me er nou afgooien of hoe is het daar? Ja. Oh mijn god. Hij heeft hartjes. Oh mijn god. Ik moet wel nog even wennen aan de shift clicker om er af te komen. Oké, dit is de inventory van de horse dus. Zo doe ik er een zadel op. En dan kan je erop rijden. OMG. Wow, wow, kijk hem snel zijn. Hihi. Wauw, dit is wel... Oh, fout knopje. Dit is wel echt super vet. Oh, ze kunnen ook nog springen, hè? Kan deze hoog springen? Wow, dit ding springt super hoog. Wauw, je bent gek, hoor. What the fuck, moet je kijken hoe dat ding springt. Oh, die sprong niet hoog, maar deze... Wauw, dat ding springt super hoog. Ziet er trouwens echt super vet uit, hè. Zo. Zo. Nee, 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 wacht. We moeten eerst... render distance hoger staan. En dan... screenshot. Mooi. Ik heb een screenshot. Die ga ik misschien gebruiken als thumbnail. Wauw, dit is zo vet. Ik heb paarden. Oh mijn god. Ik heb paarden. En dat is heel mooi. Daar in die richting was een swamp. Dus als ik ja, slime balls nodig heb voor leads of zoiets. Dan is dat heel simpel. Dan kan ik gewoon naar de swamp toe voor die dingen. Wauw, dit is paard. Gaat echt snel. Dit is echt super vet. Dit is echt super vet. Ik ga ook veel caven natuurlijk. Ik wil natuurlijk horse armor vinden. Ik denk dat ik dadelijk gewoon een episode hier achteraan plak. Oeh, ik ga terug. Ik ga terug. Ik ga episodes achter elkaar zetten. Gewoon een paar. Achter elkaar opnemen bedoel ik. En dan ga ik dadelijk episode 27 wordt dat dan. Ook meteen opnemen. En dan ga ik misschien even caven. En dan hoop ik dadelijk horse armor te vinden. Voor mijn horse natuurlijk. Ja, waarvoor anders dan? Juist. Ik hoop eigenlijk Optifine zo snel mogelijk te hebben. Nogmaals, hij is nog niet, nu nog niet verkrijgbaar. Dus verkrijgbaar. Het klinkt zo raar. Verkrijgbaar. Alsof het een product is wat je in de winkel koopt. Nou ja, eigenlijk is het ook een product. Nutteloos commentaar. Deel 8 met Tommy. Nee, maar ik ga hem eventjes een soort van... weet ik veel. Wat ga ik hiervan maken? Ik ga er 2 opsluiten. Oh, ja, zo. Oké, jij moet een beetje die kant op. Kom op, paard. Oeh, hij eet. Ah, je eet. Oh mijn god, alles eet. Alles wat leeft moet ook eten, dus... ik snap niet waarom dat er zo apart is, maar goed. Even kijken. Die kant op. Nee. Kom hier. Jij moet... oh, lag. Sorry, dames en heren, nogmaals. Oké, dan blijf je toch mooi daar. Oké, dan sluit ik je niet op. Jezus. Doe maar rustig. Stompaard. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Geef de video natuurlijk een groen duimpje als je hem leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal voor veel en veel meer. En de volgende keer gaan we even caven. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!